Oh, zit er nog iemand ook nog een keer met een armor kit of zo, denk ik? Dat is zo irritant aan een fucking fisherman kit. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel, de Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Despair V1 met onze Meatmaster kit. Want hey, waarom niet? Waarom niet gewoon op een leuke map een leuke kit gebruiken? Mensen, mocht je er vandaag ook weer zin in hebben, je kan natuurlijk altijd proberen om die like-knop helemaal kapot te maken. Klik dan natuurlijk eventjes een like aan. Bij je voorbaat dank. En wij gaan natuurlijk ons best doen om te winnen. Of het gelukt, ja, dat is natuurlijk een tweede. Maar hey, meer dan ons best kunnen we het niet doen, denk ik. Verder genoeg erover. We hebben een heel mooi gear setje, want we weten natuurlijk wat we van mijn kit krijgen. Dus I'm pretty happy. En wij willen rennen. Of wij gaan rennen, moet ik eigenlijk zeggen. We gaan het vandaag trouwens in deze video mensen over een aantal dingetjes hebben. Of aantal, het klinkt alsof we het echt een hele waslijst aan dingen hebben. We gaan het over twee dingen hebben. Geen ernstige dingen. Oké, sorry, ik ren al weg. Het spijt me. Geen ernstige dingen. Leuke dingen. Vind ik dan. We gaan namelijk dingetje 1. Waar we het over gaan hebben is mensen mijn tweede kanaal Duffy Meer. Linkje daarvan staat beneden in de beschrijving. Misschien vind je zelf ook wel wat om daar ook eventjes op te abonneren. Dan kan dat nu. Want ik upload daar ook gewoon dagelijks op van Minecraft en andere spelletjes. Misschien vind je het dus interessant als ik zeg. Abonneer dus eventjes op Duffy Meer. Linkje staat in de beschrijving. Dat was puntje 1 al. En puntje 2 is, ik ga deze zondag nieuwe dingen toevoegen aan de merchandise shop. Er zullen misschien ook wel wat dingetjes uitgaan. Dus ik heb een aantal hele vette ideeën liggen. Het enige wat nog eventjes is dat ik denk van, misschien hebben jullie als kijkers nog wel iets van Duffy. Dit zou wel heel vet zijn als dit of dat erin komt. Dan moet je natuurlijk denken aan misschien wel een muismat, een mok, een telefoonhoesje, een weet ik veel wat. In ieder geval iets, mocht het zoiets zijn waarvan je denkt van Duffy, misschien dit wel. Dan zou ik zeggen, dit is dat je tijd om dat toch maar eventjes achter te laten in de reacties. En wellicht kan ik dan nog snel voor zondag iets eraan toe gaan voegen, zeg maar. En dan moet het helemaal goed gaan komen, dacht ik zo. Dus dat is eigenlijk het enige waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Dat dus. En voor de rest gewoon een normale Blitz Survival Games aflevering. Waarin we net verkeerd stonden, waardoor we hoogteverschil hadden, waardoor we HP verliezen. Terwijl we een Wolftamer kit hebben die we makkelijk aanhoren te kunnen. Want het is niet speciaal qua gear wat hij heeft. We hebben betere gear. Alleen hij hit beter. En dan is het gewoon fucked up. That's it. We rennen gewoon lekker. Dus ik ben een horse fighter tegen Meat X. Oké. Kortom, even de horse kit. Hey, nou denkt, ha, ik ga hem lekker afsnijden. Voor mij mag je, jongen. Ik pak gewoon lekker de buitenste ring. En we draaien in één keer om. Get pranked, mate. Haha, gaat hij me aanvallen, deze kerel? Nee. Oké, nice. En we hebben geen last meer van de auto. Dat is ook makkelijk. Dat is trouwens natuurlijk altijd iets wanneer je iemand achter je aan ziet hier op het strand. En ze nemen een hele grote omweg. Dan kan het er gewoon mooi eromheen rennen, als het ware. En dan, ja, dat dus. Hallo, Nout. Kan ik je aan, alsjeblieft? Ik wou net zeggen, als ik je nou niet aan kan, dan is het nog wel heel ernstig. Dan krijgen we lekker nog eventjes Wolftamer 9 boots van. Dankjewel, wij gaan lekker door. Duffy, het was een clean. I don't care. Zo is de game. Het is gewoon zo, weet je. Zo is de game. Wij gaan lekker door. We hebben nu een heel erg mooi gear setje. Nog mooier dan net, dus wellicht gaan we wel voor een victory. Dat is natuurlijk wel iets wat we willen. We callen voor onze tand, want we zien hier iemand met helemaal niks. Oh, dood. Twee hit het. Laat her. En we kunnen door. Please, please, laat me squeezy. Hoi. Oh, oh, oh. Ho, ho. Gewoon de turnaround en we hebben iemand gekilled. I'm stuck. Please help me. Help me. Zullen hier met z'n allen gaan killen? Ik ben benieuwd waar die vast zit. Ik weet wel dat er altijd in Cthulhu Island, die map, er zat altijd wel één plekje. Dat was voor mij twee diep. En dan kon je er ook echt niet meer uit. En dat was natuurlijk ook op de brug zo daar altijd. Maar in Despair V1. Een hier een plek waar je niet meer uit kan. Ja, dat is natuurlijk binnen in de vulkaan. Maar goed, oké. Okay. Of als je dan een vulkaan moet voorstellen. Oké, okay, daar zit hij sowieso vast. Dat weten we allemaal. Alleen ergens anders hier waar je vast kan zitten? Ik weet het niet hoor. Voor zover ik me kan herinneren kan dat hier toch helemaal niet. Dan zou je terecht hier beneden vast moeten. Oh, visengel kit. Visengel kit. Wat doe je, die kan je toch wel aan? Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Komt ie? Ha, ik schoot mis. Ha, ik raakte hier. Ha, ha, ha. Pink Marshall. Oh, zit er nog iemand ook nog een keer met een armor kit of zo, denk ik. Dat is zo irritant aan een fucking fisherman kit dit, hè. Omdat je natuurlijk op die fishing heb je sharpness. Dan kan je gewoon heet dat je fishing met rechtermuis kan blijven spammen. En ondertussen gewoon linkermuis kan lopen spammen. En je kan gewoon iemand gewoon niet eens meer bij je in de buurt laten komen. En je kan iemand gewoon fucking makkelijk HP ermee laten verliezen. Dat is echt freaking OP aan die kit. Zeker als je ook nog eens een keer vecht wanneer je een stukje naar achter valt. Dat je een stuk naar beneden gaat. Het is een motherfucking OP kit. Maar goed, we durpen lekker. We gaan gewoon opnieuw. Nee, weet je. Ja. Kijk, het probleem is, er komt een Blitzstar soon. Die wil je natuurlijk het liefst hebben. Alleen, wanneer dit soort mensen bij je in de buurt zitten, kan je je wel gefocust op Blitzstar. Maar het heeft niet zoveel zin, want die mensen focussen jou dan toch wel. Dat ze zeggen van, ja, weet je, ik heb een goede kit. Je hebt mooi diamond stuff. Ik wil je dood hebben. Wat logisch is. Terwijl de Twitch-knop volgens mij aanraakt, of wat voor knop het ook maar was. Gaan we het gewoon weer opnieuw proberen. Gewoon heel eigenwijs gaan we hier gewoon weer naar binnen toe. Duffy, dit wordt je dood. Laat ik de canvas maken. Duffy, dit wordt je dood. Oké, okay, de kans was. Oh, dit is iemand anders. Damn it.
Oh, als je met de slime kit en met de spelo kit, kom op. Of Negro Man kit, hoe heet dat? Hoe heet die kit? Of de weet ik hoe al die shizzle heet. In ieder geval, we hem dood. Dat is het belangrijkste. Oh, Negro Man's kit of zoiets. Ik weet niet hoe die hele fucking kit heet. Nou goed, oh nee, had Red Dragon, dat bedoelde ik. Ha, had Red Dragon, wist ik wel. Dat dus. Oké. Okay. Er is een blitzstaan gespand, als ik me niet vergis. Oeh, maar ook nu een Iron Body. Die we snel aan kunnen trekken. Nice. Oké. Okay. Kan ik die freaking blitzstaan krijgen? Please. Oké, er komt iemand in de back, dacht ik wel. We hebben hier nog een kans. Zou hier nog gewoon goede leggings gaan zien zitten? Like, seriously? Hoe de fuck kan dit? Dat dit nog gewoon in de game mag zitten, maar goed. Kom op, ga dood. En bam, en bam. Ja, ik weet niet waarom. Soms heb je gewoon het gevoel bij mensen van, oké, die kan ik gewoon makkelijk aan, zeg maar. En sommige mensen hebben zoiets van, dit gaat hem niet worden. In dit geval, deze persoon, ik weet niet. Het zag er niet heel moeilijk uit. Ondertussen gaan wij natuurlijk gewoon even proberen te enchanten. Of nee, niet proberen, we kunnen dat best. En helemaal de build protection, nice. Leggings. Wat ik behoorlijk bizar vind, dat die nog gewoon in de kist zaten, maar goed. En voor de rest, ja, de blitzstar, hij zat niet in de spawn, dus we kunnen zoeken wat we willen. Maar goed, als hij er niet is, is hij er niet. Ligt hier nog een keer chain leggings? Ja, dat wel. We zouden nog een keer kunnen gaan enchanten. Want hier zitten namelijk nog bottles in. Misschien ben ik net op tijd om deze bottles allemaal te verzamelen. Die. Nee, niet genoeg levels. Oké, nou goed, maar niet uit. We hebben in ieder geval ons best gedaan. Had hij de blitzer al dan? Of niet? Nee, volgens mij niet. Dan heeft hij gewoon de Tim kit en heeft hij nog een keer de spelo en alles erop en eraan. En dan denk je van, we hebben een vissen kit overleefd en dan... Oh, jemig. Ha, tuurlijk. Oh, hij heeft de blitzer. Wat? De blitzer is gevonden in de deathmatch. Really? Sinds wanneer kan dat? Sinds wanneer kan je de blitzer vinden in de deathmatch? Oké, dat wist ik niet. Oh, dan ga je op mij. Terwijl die andere kerel low is. Wat is dat voor logica? Wat is dat voor logica? Kom op. En we hebben gewoon... Oké. We hebben gewonnen. Oké, ik sta ik even van te kijken. Nou goed, 7 kills, tand kunnen winnen. 2200 coins, mensen. Tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Peak. Dit keer in no-kit mode. En wij gaan natuurlijk ook hier weer ons best doen om te winnen. Hopelijk ook op goede kisten loot vanaf de spawn meteen. Even Iron Body, 2 leggings en een stone sword in 1 kist. Zou chill zijn, want dan weten we zeker dat wij een mooi gearsetje hebben. Dus dat zit nu in deze kist. Oké, niet helemaal. Hier dan in. Nee, wel een stone sword. We hebben tenminste een stone sword. Dat is al goed. Wat vinden jullie van de 2.0 update? De 2.0 update. Praat me bij. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. 2.0 update? Is er een update geweest in de blitz alweer? Of niet? Want ik heb niks zien veranderen. Ja, misschien een kit wat dan ook. Maar dat heb ik in ieder geval nog niet meegekregen. Wel hier een kill. Wat houdt het in? Oh, I don't know. Oké, nee, goed. Dat is een... Dat is dan een hele goede update geweest. Een paar dagen weg geweest. Oké, nou ja, goed. Schijnbaar is een update, I guess. Geen idee wat er is veranderd, maar het zal vast goed zijn. Want updates zijn altijd goed. Prank. Ik wil jouw leggings hebben. Dat heeft deze keer ook wel door dat ik achter zijn leggings aan zit, denk ik. Well, kind of gear. Ik denk... Ja, oké, hij heeft een poepwapen. Dat moet ik op de toon ook wel nageven. Hij heeft wel een poepwapen, maar... Misschien is het wel genoeg om mij gewoon te killen. Je weet het niet. Dat bedoel ik dus. Weet je, hij doet best wel lekkere combo's, maar ik heb hem down. Oké. Nou ja, zoals ik zei, weet je, misschien is het wel gewoon genoeg om mij te killen. Je weet het gewoon niet. Maar in dit geval, nee. Oh, je moet even van daar. Oh, ze hebben het over een video van David, joh. Ik zei het over een Blitz Waving Games update. Ze hebben het gewoon over een David update. Man. Oh, de twee. Oh, nu begrijp ik wat ze bedoelen. Ze bedoelen, David heeft een video gemaakt over Minecraft 1.10. En David noemt dat 2.0. Oh, man. Zeg dat dan. Ik moet zeggen, ik vond die update trouwens wel vet. Omdat er ook ijsberen in de game komen. En hij van de ijsberen. Want ijsberen zijn dik fanatisch. Dat dus. Nee, ik weet niet. De update was best wel ziek. Op zich dingen die eraan toe worden gevoegd. Natuurlijk ook een aantal dingen van je denkt van... Maar ja, dat heb je eigenlijk met elke update. En in één keer praten we gewoon in een video en ik over een update. Terwijl dat helemaal niet eens met Blitz 5 Games te maken heeft. Dit is echt fantastisch. Is het... Oké, ik kon op zich... Jullie zien hem ook niet. Ik kon op zich niks doen aan deze dad. Ik bedoel, is hij hier? Ben ik door hem gekild? Ja. Hij was bij mij onzichtbaar. Dus ik had geen idee dat er iemand bij mij in de buurt was. Dus dat is toch weer een mooi excuus. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Kappa V2. Kijken of wij hier niet door een onzichtbaar persoon
afgemaakt zullen worden. Hoewel, oké, al zag ik hem wel, had ik het ook niet overleefd. Daar moeten we ook heel eerlijk natuurlijk in zijn. Alleen, ja, misschien had ik dan ook wel niet de fight aangegaan. Want als je dan iemand zo dichtbij ziet dat je denkt van, hé, als wij zullen vechten, er komt een derde bij, dan... Maar goed, maakt helemaal niet uit. Nieuwe game, nieuwe kansen. En ik moet zeggen, ik heb deze glitch wel vaker. Ik weet niet of meerdere mensen deze... Ik denk trouwens dat een glitch, moet ik ook meteen bij zeggen. Ik weet ook niet of mensen dit vaker hebben. Ik wel. Ik denk natuurlijk aan die video toen met Jer, dat we in de damage gingen, was een teamgame. En er leefde letterlijk nog eentje, die stond op een platform. Ik zeg tegen Jer, waar? En hij zegt, nou, daar op de platform. Ik loop naar het platform toe. Ik stond letterlijk volgens Jer naast hem. Ik krijg hits en ik zag hem niet. Dus ja, dat gebeurt mij vaker. Hoe dat kan, I have no freaking clue. Ik doe niks anders voor mij dan de rest, maar ik mag gewoon soms mensen even niet zien. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Nieuwe game, nieuwe kansen. En hopelijk kunnen wij dit wel tot een positief einde brengen. Dus we gaan in ieder geval ons beste voor doen. Maar zoals ik al zei, weet je, al zag ik hem wel, had ik het ook echt niet overleefd gewoon met dat HP wat ik over had. Hell freaking no. Maar goed, we gaan eens focussen op deze game. En ja, dat dus. Trouwens mensen, ik hoop je nog maar even herinneren. Mocht je het alweer zijn vergeten, wat dan ook, dat je denkt van, nou Duffy, ik doe het straks wel na de video. Vergeet niet eventjes onder deze video natuurlijk te reageren wat jij nog mist in de merchandise shop. En vergeet ook niet eventjes te abonneren op Duffy meer. En natuurlijk deze video te liken. Bij voorbaat, dank. Ik denk, ik help jullie gewoon eventjes. Dus bij deze, alsjeblieft. Wij hebben, niet eens een heel slecht gearsetje. Dus ik mag best tevreden zijn. Nou, hier. We willen mensen nog meer. We hebben meer dan de helft van onze armor bars vol. Protection 5, Iron Sword. Nou, ik denk niet dat we mogen klagen. Leven nog 9 mensen. Tijd zat om kills te maken, dus laten we maar eens even kijken of wij wat kills kunnen oprapen hier en daar. We zien hier alweer wat mensen. Hallo. Dit ziet eruit als een... Team? Zijn we aan teamen? Mensen, niet doen. Ik zag dat gelukte. Ik zag gewoon aan de hoogte hoe ik iemand eraf sloeg met 6 HP. Dan weet je gewoon, het is klaar. Dit was volgens mij een teamje, deze twee mensen. Maar ja, deze waren ook zo slecht. Dat is gewoon, nou ja, laat me zitten ook. Zo'n beetje best, die teams zijn kapot goed natuurlijk. Maar dit soort mensen, ja. Nee, en ik denk niet eens dat ze door hadden dat je niet mag teamen. Want er staat natuurlijk met koeienletters in beeld van, hey, die team hier. Maar ja, of Mace heeft door dat ik in de back kwam. Dat hij zo heeft van, weet je, als ik nu doorga met vechten, ga ik dood. Of Mace is zelf al ontiegelijk low en heeft zoiets van, ik ga hier dood. Het zijn twee scenario's. Terwijl we iemand gewoon hebben met een Diamond Axe gewoon. Ga maar daar maar heen. Oh. Oh, Johan en ik met mij vechten. Oh, damn it. Ja, dit is dus hetgene waarschijnlijk waar Mace bang voor was. Wat hij natuurlijk goed heeft weten om te draaien om via deze manier mij te killen. Hij is nu op dit moment ook in één keer onzichtbaar. I have no freaking clue why, maar in ieder geval, Loris, ja, ik had precies hetzelfde gedaan als ik in zijn positie was geweest. En ik denk, iedereen. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van The Blitz Survivor Games. Mocht je nou leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Check Duffy meer, check de merchandise. En mensen, tot de volgende keer.